Soldaten, nadat afgelopen vrijdag de Champions League Road to the Final kaarten uitkwamen, was daar eigenlijk meteen de vraag van, ja luister, maar waar zijn de Europa League Road to the Finals? Nou ja, hier zijn ze. Vandaag uitgekomen hebben wij 5 oranje Road to the Final kaarten, allemaal dus omtrent de Europa League. Ja, ik bespreek dus een beetje de content en de objectives, SBC. En ik ga nog even een kleine tip geven om meer coins te verdienen. Of tenminste, het is een redelijk bekende tip van voorgaande jaren, waarvan ik zelf nu denk dat die eigenlijk best wel goed weer werkt. Ook al moet je daar wel een beetje wat coins voor over hebben. En ook geduld is daar een belangrijke factor in. Maar ik heb het allemaal mooi op een beetje een geheimzinnige manier geïntroduceerd, denk ik. Dus misschien wel leuk om dan vooral lekker te blijven kijken. Mocht je nu al een leuke video vinden, like hem dan vooral. En dan gaan we snel overschakelen naar de gameplay. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat je tegenwoordig ook in-game zo'n plaatje kunt laten zien. Maar als jij bij het tabblad nieuws gaat kijken en dan item releases, krijg je gewoon hier de nieuwste kaarten te zien. Te beginnen met Auba, die uiteraard goed is. En Arsenal zal wel gewoon doorgaan, dus die pakt sowieso een upgrade. Nou, weer een Premier League speler in Ndidi. Ook Leicester zal normaal gesproken gewoon doorgaan. En Ndidi is een uitstekende CVM. Dan hebben we Diaby. Er was een beetje speculatie van, zou het Diaby worden of Bailey, want het was al bekend dat er een Leverkusen speler met veel pace zo'n kaart zou krijgen. Ik vind het een beetje jammer dat ze niet voor Bailey zijn gegaan, omdat ik ben dus niet echt fan van een 2-star Weakfoot. Ik weet dat dit jaar Weakfoot minder uitmaakt, maar dan nog steeds, het zit gewoon in je hoofd, weet je wel. Je wil het liefst een 4-star Weakfoot hebben, wat dan Bailey wel heeft en Diaby niet. Renato Sanchez, nou ja, daar zit geen maat op zijn prijs, want hij had dus hij heeft een informkaart uiteraard nog steeds op de markt. En die is, ja, volgens mij tussen de 200 en 250k, dus al heel erg duur. Deze kaart kwam uit en werd volgens mij meteen 1 miljoen. Zit nu, dacht ik, op de 800, zoveel k. En is natuurlijk gewoon mega goed. En Lille gaat normaal gesproken door. Lille zit in de pool bij Milan Celtic en Sparta Praag. En de laatste speler is Bruno Perez. De meeste jaren op FIFA hebben we een beetje een gebrek aan Braziliaanse rechtsbacks. En nu dus niet, min of meer, omdat Bruno Perez dat gat kan vullen. Oké, de hoogste tijd om even over deze man te gaan praten. Youssef Atal, Road to the Final. Zijn club, Nice, derde in de pool met Slavia Praag, Leverkusen en Hapoel Beersheva. Dit zal dus nog redelijk een opgave worden voor Nice om door te kunnen gaan en om die Atal een upgrade te laten krijgen. Maar we moeten ook niet doen alsof het helemaal Mission Impossible is. Want zoals je kunt zien, Nice heeft 3 punten. Leverkusen en Slavia Praag allebei op 6. Als ik zelf een gokje moet wagen, ik denk dat Leverkusen eerste wordt, Nice tweede, Slavia Praag derde en Hapoel Beersheva gewoon laatste. Ik ben zelf afgelopen zomervakantie nog in het stadion van Nice geweest. Daar staat een video van online trouwens op mijn kanaal. Maar ik gun dus sowieso Nice het allerbeste. Vind ik een leuk club, mooi stadiontje. En ik denk dat zij toch wel in potentie een betere selectie hebben dan Slavia Praag. Ik onderschat Slavia Praag niet, maar Nice heeft nog, volgens mij, Slavia Praag en Leverkusen beide thuis te gaan in Frankrijk. Terug op mijn PlayStation gaan we even kijken naar de in-game stats van Youssef Atal. Het ding met deze man is, nou ja, hij is een rechtsback, maar hij kan eigenlijk overal spelen. Het is een soort van Fernand Mandy, maar dan op rechtsback, want hij heeft de 4-star skills, de 5-star weak foot, wat echt geweldig is natuurlijk. En hij is super snel. Zijn paas is gewoon goed. Nou, dribbel prima en verdedigend en fysiek kan beter, maar met een ankerkaart erop is het allemaal wel te overzien. En hij kan dus nog beter worden. Ik ging kijken naar die kaart en ik had zoiets van, oké, dit gaat EA waarschijnlijk veel te veel mee doen qua requirements. Maar ik vond het reuze meevallen. Ik heb dit volgende team in elkaar gezet. En daaraan kun je zien dat ik inderdaad Atal ga halen. Voor mij is het heel simpel. Heb jij een paar untradables in je club zitten, maakt het niet eens uit of je Atal per se in je basis kunt krijgen of niet. Ik zou hem halen. Gewoon met een paar untradables en dan eventueel nog een aantal spelers die je moet kopen. Maar 83 credits zijn momenteel helemaal niet zo heel duur. Dat valt best wel mee. En kijk, ik had ook wel enigszins geluk dat ik dan Radetzky in vorm dus had staan. Ik had die Luis Alberto en die Martinez en noem het allemaal maar op. Ik zelf heb alleen maar Lazzari hoeven te kopen. Dus voor mij heeft Youssef Atal 750 munten gekost. En ik denk dat als jij alles zou moeten kopen, ben je misschien 30k kwijt. Maar dat is helemaal niet zo heel erg veel. Dat verdien je makkelijk terug met gewoon 1 week ruivels of wat dan ook. Ik ga met z'n allen hopen dat Nice een hele lekkere tweede helft van die Europa League poolfase kan
kan doormaken. Want als hij ook maar één upgrade pakt, dan is hij gewoon echt heel goed. En hij is nu ook al goed, hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is een speler die gewoon, ja, wat mij betreft binnen de meta valt. Hè? Met die weak foot en de pace en zo. En oké, bij mij past hij nu niet echt in mijn team. En bij jou misschien ook niet. Maar hij kost zo weinig. En als hij in je team past, nou ja, top. Maar laat hem vooral op de bank zitten als hij er niet in past. En dan afwachten, kan hij nog beter worden. Of stel dat jij in één keer op een bepaald moment, weet ik veel, een Ligue 1 speler uit je rewards krijgt. Of wat dan ook. Dan heb je die man zitten in je club of op de bank. En dan kun je hem zo nog gebruiken. Dus ik denk een hele goede kaart. En ik moet zeggen dat mijn bank zo langzaam maar zeker er redelijk sterk uit begint te zien. Want ik heb dus, voor jou is dat gisteren op stream ook deze speler gehaald. Koundé. Wederom een road to the final. En dit is een beetje hetzelfde verhaal als Atal. Tuurlijk, hij was een objective. Dus hij was helemaal gratis. En Atal heeft me dan 750 munten gekost. En een paar untradables. Maar zo'n Atal, zo'n Koundé, ik heb ze nu niet echt nodig. Of ja, ik vind het een beetje lastig om ze te gaan gebruiken. Kijk, met Koundé vraag ik me af of die überhaupt een versterking is in deze verdediging. En nou, Atal zou ik redelijk graag uit willen testen, maar dat is ook wat moeilijk. Alleen, wat ik probeer te zeggen, weet je, heb jij een Atal zitten, heb jij een Koundé zitten, en dat geldt ook voor in zekere mate zo'n Mollet. Het is gewoon chill, want als je een keer een bepaalde speler pakt en je wil je team omgooien en je hebt gewoon van de jongens op de bank zitten die je dan kunt gebruiken, nou, hartstikke fijn. Want ja, nu staat hier een driehoekje met Forsberg, Kloosterman, Mukiele. Wie weet pak ik dadelijk in één keer een bepaalde versie van Ben Yedder of zeg het maar. En stel dat ik een keer hier League 1 wil gaan, nou, dan kan dat. Nu nog heel even kort trouwens over wat je hier ziet. Dit is mijn squad. Ik had het een heel klein beetje aangepast ten opzichte van de vorige video. Omdat voor mij de 4-1-2-1-2 tussen haakjes 2 niet heel goed werkte. Ik ben dus gewoon een beetje teruggestapt op het 4-2-3-1 principe. En ik heb een paar andere tactieken ook staan. Maar ik speel voornamelijk in de 4-2-3-1. Ik wil het liefste eigenlijk voor de jong rulebreakers Llorente nog halen van Atletico. En ja, als ik op een gegeven moment de coins heb, dan ook in vorm Valverde. Zou heel fijn zijn. Maar tot zover even mijn team en Atal. Nog heel kort eventjes dan over de objectives. Ik moet zeggen dat bij de objectives er niet heel veel speciaals gebeurd was. Maar het kan wel nog even een tip zijn vanuit mij. Check even je club voor rare Champions League kaarten. Want deze objective kwam uit de Road to the Final groepsfase. En hij is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een kwestie van 6 wedstrijden winnen. En dan krijg je daar een paar kleine packs voor. En als groepsbeloning een gouden topspelerspakket. Ik denk dat vrij veel mensen dit wel gaan doen. Je hebt er ook een week de tijd voor. Voor deze objective moet je dus RTTF groepsfase doen binnen de friendlies. Daar heb je 7 rare Champions League kaarten voor nodig. Dus kijk even als jij nog een paar rare Champions League kaarten over hebt die je dan zelf niet meer hoeft te gebruiken. Of als je überhaupt dit niet wil gaan doen, dan zou ik zeggen verkoop die gewoon. Want dat soort spelers zijn nu misschien ietsje duurder dan normaal. Maar je moet wel een beetje kijken naar spelers die dan hergebruikt worden. Dus als jij een rare Champions League kaart hebt die gewoon zo slecht is en niet te linken, ja, dan hoef je hem niet echt te verkopen. Want dan zal hij ook niet echt gestegen zijn per se. Maar verder valt hier allemaal niet heel veel nieuws te beleven. Ik had dus Road to the Final Koundé gehaald. Wat betreft deze kaart, ik wilde hem eerst niet doen. Ik begon eraan en het viel me op dat het eigenlijk best wel te doen was. Ook al heb ik natuurlijk een relatief chill team hiervoor, want je moet 8 La Liga spelers gebruiken. Ik had sowieso al 8 La Liga spelers in mijn elftal, maar je kunt leenspelers gebruiken en dan kun je heel makkelijk eigenlijk dit doen. Ja, het kost een beetje tijd, dat weet ik, maar zo'n Koundé gaat eigenlijk bijna 100% zeker wel een upgrade krijgen, aangezien Sevilla 6 punten los staat van de nummer 3. Sevilla staat nou gedeeltelijk eerste zelfs, maar ze staan tweede op doelsaldo is dat dan denk ik in de Champions League. Of onderling resultaat weet ik niet zeker. Maar hij gaat sowieso een upgrade krijgen. In tegenstelling tot Atal is hij iets makkelijker te linken. En ik kan me goed voorstellen dat misschien voor jou zo'n Koundé wel top is voor in je basis. Ik ben alweer redelijk lang aan het praten, heb ik het idee. Ik ga nog even heel snel één laatste dingetje nog laten zien. Een beetje in combinatie met een oude tip die ik nu weer opnieuw geef. Want met de League SBC's zijn we eindelijk weer waar we hoorden te zijn, in de zin van dat deze twee terug zijn. Mijn mening hierover is redelijk negatief, want ik vind het echt belachelijk hoe EA nu nagenoeg alle packs, of laten we het zo zeggen, alle enigszins goede packs zijn allemaal untradable, wat echt onzin is. Daarmee maak je het hele grinden, dat hele proces maak je het veel minder waard. Want ja, leuk dat je dan hier naartoe kunt grinden, maar als die packs untradable zijn, dan kun je nooit echt coins eruit verdienen, zeg maar. Ik vind het ook heel raar dat die groep
dan ook zo'n matig pakketje geeft en ook een tradable, weet je wel. Waarom kunnen dat niet gewoon spelers zijn, hè? Zet dan gewoon een speler neer met een beetje een rating, want dan is het hele proces van daar naartoe grinden is dan ook wat leuker en dan krijg je een speler die je weer ergens kunt inleveren bij een Icon SBC of een bepaalde speler SBC. Überhaupt, waarom zit hier een tijdslimiet van 22 dagen op? Dat vind ik ook belachelijk, maar ik wil niet te veel gaan ranten of zo nu hier. Het feit is, deze twee zijn terug, hè? Sudamericana en Libertadores. Of ik ze zelf ga voltooien, nou, waarschijnlijk wel mijn SBC-verslaving kennende. Maar kijk, wat je hier allemaal ziet, de packs zijn dus niet super goed. Maar het maakt wel weer aan de ene kant mijn trading tip die ik laatst gaf iets meer waardevol. In de zin van, hè, Libertadores kaarten, nou, die worden gevraagd. En je kunt nog steeds daarop gaan bieden en die kaarten gaan snipen. En dan moet er allemaal maar op. Eén dingetje is gewoon weer terug. Het is in mindere mate terug, maar de bronze pack method, die werkte en hij werkt nog steeds, misschien iets minder dan voorheen, omdat die League SBC's dus iets aangepast zijn ten opzichte van vorig jaar. Maar ken jij de Bronze Pack Method nog niet? Het is zo simpel en het leuke is dat je ook gewoon meteen hier een redelijk voorbeeld krijgt. Je opent Bronze Packs van 400 coins. Een kaartje, Sudamericana is dit volgens mij. Ja, dat klopt. Heeft niet echt een waarde. Oké, dat valt dan enigszins tegen. Maar je ziet, dit soort kaarten kun je packen. Nou ja, goed, als ze dan geen waarde hebben, dan kun je ze zelf gebruiken om in te leveren. Heel simpel, je opent Bronze Packs van 400 coins. Je kijkt bij iedere speler van, nou heeft hij een waarde? Nou, hij heeft geen waarde, duidelijk. Hij had geen waarde. Heeft deze man een waarde? Waarschijnlijk ook niet. Nee, ook niet. Nou, prima. Dus wat doe je dan? Dan klik je hier op L2 op PlayStation. Stuur ze allemaal hier naartoe. En dan even de spelers gewoon terugsturen. En dan doe je dit. En dan krijg je nog 44 minuten terug. En nu denk jij misschien, Stijn, je hebt toch nou gewoon best wat coins verloren. Ja, dat klopt. Maar het ding is dat die Bronze Pack Method, die link je aan de Silver Upgrade pakketjes die je dan vrij kunt spelen. Want alle spelers die dus geen waarde hebben, stuur je naar de club toe. En die kun je gebruiken om, zeg maar, Silver Upgrades mee te doen. Dus dit soort spelers, nou, die kun je allemaal dan weer uitstekend daarop loslaten. En de laatste tijd zijn er best wel een aantal SBC's geweest, hè, binnen de marquee matchups, maar ook daarbuiten, waarbij bronzen spelers gevraagd worden. En sommige spelers die komen dan op FUTBIN terecht bij bepaalde oplossingen, waardoor ze in één keer extreem duur worden. En dat is fijn voor mensen zoals jij en ik, die de bronze pack method dan gebruiken. Kijk, natuurlijk, weet je, je zult veel moeten nadenken van, het is op de long term, zeg maar, op de lange termijn, want nee, je pakt niet altijd meteen winst. Helemaal niet. Maar het chillen is ook van, we weten, hè, League SBC's, die zijn er. Nou, die blijven komen. Dus bronzen uit de top 5 competities heb ik volgens mij nog niet gekregen. Maar die zijn extra chill. Want die gaan dan dadelijk sowieso stijgen als die League SBC's uitkomen. Heb je wat coins over en we pakken de Gea's en lookalike. Heb je coins erover en denk je van, ja, ik wil mijn club wel een beetje volstoppen met wat bronzen. En die gebruiken dan voor League SBC's en gebruiken om dus die Silver Upgrades mee te doen. Waarom niet? Ik zal nog één laatste doen, omdat ik het niet af kan leren. Het is een proces, wat ik zeg, om die League SBC's wat makkelijker mee te maken. En ook die Silver Upgrades, hè. Als je daar spelers uit krijgt uit de top 5 leagues, hou die vooral. Nou, hier zie je eindelijk een voorbeeld van dat ik Engeland 1 krijg. Met een Sheffield speler. Zoals je ziet, deze man. Ik weet niet, is die echt zo duur of is dat gewoon de eerste pagina? Nou, dat was voornamelijk de eerste pagina. Maar goed, je kunt kiezen om hem nu te verkopen. Dan heb je deze pack terugverdiend. Je kunt ook kiezen om hem te bewaren. En dan kom je dadelijk met de Premier League SBC, maar net iets goedkoper uit. Silver Upgrades lever dus geen spelers in van competities waarvan je weet dat ze nog een League SBC gaan krijgen. En daarvoor kun je even FIFA 20 gebruiken als een soort van naslagwerk. Om te weten van, oké, toen kregen we dat aan League SBC's. En bijvoorbeeld een league als Engeland 3, Engeland 4, weet je wel. Die krijgen nooit een League SBC. Al die spelers, allemaal de Silver Upgrades. En ja, als je daar een beetje geluk uit krijgt en je pakt een speler uit de Silver Upgrades die dan misschien wel een waarde heeft van 3k, oké, hij is dan untradable, maar dan heb je wel weer een hele hoop van die bronze packs terugverdiend. En tegen de tijd dat jij de League SBC gaat doen, heb je zo'n speler in je club zitten, hoef je niet meer die coins uit te geven. En kijk, wat ik zeg, het is een heel lang proces, maar als jij coins kunt besparen op de League SBC's en stel, je opent dan die untradable packs en je krijgt er een geweldige speler uit, dan ben je heel klein begonnen met bronze packs en kun je heel groot eindigen. Maar nogmaals, je moet wat coins voor over hebben en geduld is belangrijk. Maar ik heb volgens mij weer echt veel te lang gepraat nu, dus ik ga het zeker even voor nu hierbij houden. Ik bedank je voor het kijken naar deze video. Als je het leuk hebt gevonden, dan like hem vooral. En laat mij in de reacties hier beneden weten of jij, net zoals ik, Youssef Attal hebt gehaald of gaat halen. Ik hoop dus dat er misschien nog wel meer Road to the Final Europa League kaart gaan komen. Eventueel van, ja, dus PSV, AZ of Feyenoord. En natuurlijk een Ajax Road to the Final. Hè, dat is dan Champions League. Maar dat zou voor ons Nederlanders ook wel leuk zijn. Ik heb momenteel wel redelijk veel plezier in FIFA 21. Ik vind de
De content vind ik goed. De objectives vind ik heel erg leuk om te halen. Ik had zeker plezier met het vrijspelen van die Koundé. Wat top was. En de livestreams gaan goed. Ik ga dan op de donderdag weer rewards openen. Mis dat vooral niet, zou ik zeggen. Ik ga nog even aankondigen hoe laat ik live ga. Oké, bedankt voor het kijken. Nogmaals. En dan zie ik jou de volgende keer alweer. Houdoe, hè.